Het onderwerp wat ik vandaag wil bespreken gaat over ethiek. En niet ethiek in het algemeen, maar ethiek omdat het een noodzaak is voor een samenleving, opdat het goed gaat met die samenleving. Het onderwerp heb ik verdeeld in de volgende hoofdstukken. En het zijn er heel wat, zoals u kunt zien. Ik wil dat als volgt inleiden. Wat vroeger als vanzelfsprekend gold, is nu onderwerp van academische studie geworden. Ethiek en moraliteit, zoals voortkomend uit de verhalen en instructie van de Bijbel, was een standaard cultuurgoed van het Westen. De christelijke judeo-ethiek vormde zo de basis voor de integrale samenleving en wetenschap. Het christelijke paradigma is pas aan het wankelen gebracht, grofweg met de introductie van het Darwinistische alternatief op het creationisme en het intelligent design. De mens werd volgens de humanisten de maat voor goed en kwaad, zowel ofwel de ethiek. Dit gezichtspunt is nu meer dan een eeuw later diep doorgedrongen in onze samenleving en de menselijke relaties. En we zien dat in de volgende punten. De christelijke normen en waarden zijn niet meer vanzelfsprekend, waardoor een toenemende mate van wantrouwen en juridisering te zien is in de menselijke relaties en het economische en institutionele samenwerkingsverbanden. Zo kon de oprichter van Kodak zich nog verweren tegen een investeerder die zei dat meneer Kodak, het gaat om de winst, de bottom line. Waarop meneer Kodak zei, nee, de bottom line is heaven or hell. En zo zie je dat het lange termijn denken is inmiddels vervangen door het korte termijn denken. En dat kan niet anders vanwege de toegenomen turbulentie. Het korte termijn denken regeert dus het handelen van bedrijven en ook veel instituties. Oftewel het cashflow denken, op basis waarvan de investeringsbeslissingen genomen worden, is bevoorkeurd, zeg maar, de korte termijn kaststromen en niet de toekomstige kaststromen in de latere toekomst. Dus ook in de persoonlijke moraliteit is het quid pro quo denken de basis geworden voor de menselijke handelen. In het risicobeheer is het hoofdstuk voorkoming van fraudeleus handelen steeds meer zich gaan richten op het dichtzetten van mogelijkheden daarvan door controle en verhoging van pakkansen. Terwijl in de eeuwen daarvoor de nadruk lag op het bijbrengen van het besef dat alles gezien en geweten wordt door een almachtige persoonlijke God die elk mens tot rekenschap zal brengen. Als een mens zijn moreel handelen steeds beziet in het eeuwigheidsperspectief van hemel of hel, wordt de aantrekkingskracht van de korte termijn geneugde grotendeels gemitigeerd door eeuwigdurende bestemmingswijziging. Oftewel, heaven or hell. Tijdens een cursus ethiek stelde de professor dat de beroepsgroep, waar ik zelf ook deel van ben, zich toch vooral op toe moest leggen op persoonlijke eerlijkheid, transparantie, waarheid, integriteit, openheid, betrouwbaarheid en nog een reeks mooie karaktereigenschappen. Na afloop heb ik hem iets gevraagd, omdat ik het idee had dat hij eigenlijk niet de kern van de zaak van ethiek goed naar voren wist te brengen. Namelijk de volgende vraag. Ik vroeg hem bij welk bedrag hij om zou gaan. Of hij toe zou geven aan fraudeleus handelen bij 50.000 euro, of dat hij dat pas zou doen bij 4 ton. Hiermee wilde ik aangeven dat uiteindelijk bijna elk humanistisch mens een prijs heeft. Ethiek zonder geloof in oordeel aan hemel en hel loopt uiteindelijk stuk op het inherent corrupt zijn van elk humanistisch mens. Het enige wat varieert is de prijs. In onze post-christelijke staatsinrichting speelt het concept van bekering en strafvermindering nog altijd een rol. Immers, mocht toch een verkeerde weg ingeslagen worden, dan is er altijd nog de bekering en de genade die een mens kan redden van eeuwige boetedoening. Zo is het leven dan niet meer gericht op alles eruit te halen wat erin zit, maar op het antwoord geven aan de oproep van de Almachtige zich te alle tijden naar de geest van zijn Tora te gedragen. Er is veel gedaan om ook de rechtsstaat in te richten in de westerse wereld, in overeenstemming met het antwoord geven aan deze Bijbelse oproep tot individuele en persoonlijke moraliteit en ethiek.
Inmiddels is er ook weer heel veel gedaan om deze inrichting op te offeren aan het juist vervangen van deze oproep door een louter op meerderheidsbeslissingen gebaseerde staatsinrichting en politiek. De schrift maakt veel gebruik van symbolen. Zo is Egypte het symbool niet van godloze samenleving, integendeel, Egypte had vele goden, maar van een staatsbestel waar alles gericht was op opstand en ongehoorzaamheid aan de instructie van Hayeh Asher Hayeh, de stem uit het brandende braamstruik, de almachtige van de Bijbel. De schrift is een boek van verleden, heden en toekomst. Het beschrijft wat toen is gebeurd met Egypte en het beschrijft wat zal gebeuren met een geestelijke Egypte van onze huidige wereld. De instructies van Yahweh, de God van Israël, vastgelegd in het gedeelte van de naam Torah draagt, wordt afgewisseld met geschiedenissen en profetische vergezichten van wat de resultaten zijn als een volk of een wereld volhardt in wetteloosheid. Hierbij is wetteloosheid gedefinieerd als een mens die de wetten van God buiten werking stelt en vervangt door die van hemzelf. Ethiek is dus niet een academisch vraagstuk, maar een noodzaak opdat het volk en het individu welgaan. Een belangrijk vraagstuk in ethiek is de motivatie tot het ethisch handelen. In judeo-christische leer is de dreiging van een oordeel bij een volk wat afvalt van moraliteit steeds een corrigerende factor geweest. Daarbij speelt verkondiging en vermaning een belangrijke rol in de bewustwording bij het handelen, zo ook in Nederland. De geschiedenissen van het verleden, afval en oordeel, zullen zich aldus de verkondiging herhalen, maar in een ernstigere vorm. Deze stijlvorm in de schrift draagt de Hebreeuwse naam Kol Vahomer. De hiernavolgende studie voor de gemeente in Delft is daar een verkondiging van. Oké, Kol Vahomer, wat betekent dat? Dat is de zwaardere versie van een eerdere gebeurtenis. Oftewel in het Engels, a logical argument from a minor principle, Kol, to a major principle, Homer. Sometimes an argument a fortiori. If a certain rule applies in the lesser, less significant, less important, less inclusive case, hence, kol, light of minor, then it applies in another case that is more significant, important or inclusive. The Homer, the heavy or the major case. Kol Vahomer van het huwelijk van Israël en ja in het huwelijk van Yeshua en de bruid. Ja is een Hebreeuws woord voor God. Er zijn duidelijke parallellen tussen het geestelijke huwelijk, tussen Jah en Israël en tussen Yeshua en de Netzarim, de volgelingen van Yeshua. We zien dus plagen en oordelen en vervolgens een uittocht uit Egypte. En we zien dat ook in het Nieuwe Testament dat er een uittocht komt onder leiding van de Messias. De aanneming tot volk door het eerstgeborene offer in Egypte. En in de Messias zien wij dat als het offer van Christus, de eerstgeborene van God, aan het kruis. En vervolgens zien we een huwelijkscontract, de ketuba. Dat is een Hebreeuws woord weer. Een opgesteld contract tussen de man en de vrouw bij het huwelijk. Nou, de Torah is een ketuba tussen God van Israël, ja, en Israël, het volk. Het verhaal over deze verlossing door Yahweh van zijn volk vindt in een microversie plaats in de Exodus en in een macroversie in de bedeling van de kerk en de eindtijd in het boek Openbaring. De verlossing bestaat uit vier delen die we terugvinden bij de verlossing uit Egypte. Allereerst in Exodus 6 vers 6, derhalve zegt tot de kinderen Israëls, ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden van onder de last van de Egyptenaren, ik zal u uitredden uit dienstbaarheid, ik zal u verlossen en ik zal u aannemen. Deze woorden die vinden, zijn belangrijk, dus die zijn in het Hebreeuws aangegeven met uitleiden is yatsa, uitredden is natsal, verlossen is goel en aannemen is lakach. We vinden dat ook weer terug in de viering van het avondmaal, met name dus de seder, niet zoals het christelijke avondmaal in de kerk wordt gevierd, maar het Pesach avondmaal zoals dat nu onder Messiaanse christenen en ook onder de joden wordt gevierd, waarbij er vier bekers wijn worden gedronken, die alle staan voor een deel, voor een van de vier woorden die hierboven zijn genoemd. Nu is in Matthäus 26, vers 27, viert
Yeshua, Jezus Christus, het avond of het, de seder ook, de Pesachviering ook met zijn discipelen. Dat is de avond voordat hij naar het kruis ging. En dan zegt hij in het boek Matthäus 26 vers 27, hij nam dan de beker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed des Nieuwe Testamentes, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu af aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde opnieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Dus hier is de belofte voor verlossing van zonde voor een ieder die in Yeshua gelooft en die zich bekeert, zeg maar, van zijn boze werken. En de aanneming tot de onderdeel van de bruid van de hemelse godheid en de belofte dat de laatste beker, de vierde beker, gedronken zal worden als de mensen, de gelovigen in Jezus Christus verenigd zullen zijn in de eeuwigheid. In de huidige parasha treffen we de plagen aan die voorafgingen aan de bevrijding van Jaars volk en het oordeel brengen over een opstandig afgodisch Egypte. In de mitra's, de exegese, bestaat dus het stel van Kol Vaomer, waarin men van een kleiner principe naar een groter of zwaarder belangrijk principe gaat. Het kleine is een model voor het grotere. Dit zou je ook kunnen zeggen als we de plaag van Exodus vergelijken met de plagen in de Openbaringen, bij de bevrijding van Gods volk aan het einde der tijden. We volgen dan met Exodus 10, vers 1 tot 16, vers 13. Daarna zeide de Heere tot Mozes: ga in tot Farao, want ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten. En we zien hier dus dat een mens die zich blijft verzetten tegen Gods wetten uiteindelijk een verhard hart krijgt, waardoor het voltrekken van het oordeel aan hem dan onontwembaar is geworden. Dan zegt de Almachtige in Exodus 10 vers 3, hoe lang weigert gij u voor mijn aangezicht te verootmoedigen? God roept op een mens die in rebellie tot hem leeft om zich te verootmoedigen, zich te bekeren. Wat als Farao zich had verootmoedigd, dan waren de eerstgeborenen blijven leven, want het offer voor het oordeel van het paaslam zou dan ook voor Farao en zijn gezin hebben gegolden. De Kol Vaomer, ook bij de plagen van Openbaring, weigert Egypte, Babylonwereld zich te verootmoedigen en vallen ze onder het oordeel. Openbaring 9 vers 21, en hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Dus waartoe dienen de plagen in Openbaringen, net zoals ze ook dienden in Exodus? Zeg maar, om het volk in Egypte te bewegen zich te onderwerpen aan God. Exodus 10 vers 3b, laat mijn volk trekken dat zij mij dienen, want indien gij weigert mijn volk te trekken, zo zal ik morgen, en dan komt er weer een plaag. In Exodus 10 vers 3b zien we dat de plaag van de sprinkhanen over Egypte kwam. En zij zullen het gezicht des lands bedekken, zoals zo dat men de aarde niet zal kunnen zien. Zij zullen afeten het overige en hetgeen ontkomen is, hetgeen uw lieden overgebleven was van den hagel. Zij zullen ook al het geboomte afeten. Het interessante is dat we dus nu zien dat in Afrika een vreselijke sprinkhanenplaag aan de gang is, waarbij de hele oogst van het hele land wordt afgegeten. En daar is dus niets tegen te doen. Althans niet binnen de middelen die dat land heeft. En het onmiddellijke gevolg is natuurlijk dat er hongersnood gaat optreden. Zij zullen vervullen uw huizen en de huizen van al uw knechten en de huizen van alle Egyptenaren, de welke uw vaders, nog de vaderen uw vaders gezien hebben, van dien dag af dat zij op den aardbodem geweest zijn tot op deze dag. Dan vers 10:6b, en hij keerde zich om en ging uit van Farao, en de knechten van Farao zeiden tot hem: hoe lang zal ons deze tot een strik zijn? Laat de mannen trekken dat zij den Heere hun God dienen. Weet gij nog niet dat Egypte verloren is? Dus het volk ziet al lang dat het verkeerd gaat, maar het is de Farao die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt. Zo ook in de toekomst. De mens zal zien dat de plagen over de wereld gaan komen. En die zullen zeggen dat we een andere weg in moeten slaan, maar de heerser op aarde, de antichrist, zal zich verharden tegen de Almachtige.
Vers 9, Mozes zeide, wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden, met onze zonen en met onze dochteren, met onze schapen en met onze runderen zullen wij gaan. Want Farao wilde natuurlijk weten wie ze allemaal mee zouden nemen. En dat is niet naar het plan van Farao, want hij vond het akkoord als slechts een paar, een gedeelte van het volk ging, bijvoorbeeld alleen de mannen. Maar niet, hij zag erbij wel hangen dat als ze alles mee zouden nemen, dat ze dan misschien voorgoed zouden vertrekken. En Mozes zegt dan, want wij hebben een feest des Heren. Exodus 3 vers 10, toen zei hij tot een Heer de Heren, zij al zo met uw lieden, gelijk ik u en uw kinderen zal trekken laten. Zie toe, want er is kwaad door uw lieden, voor uw lieder aangezicht. Niet al zo, gij mannen gaat u heen en dient den Heren, want dat hebt gij lieden verzocht. Men dreef hen uit van farao's. En toen zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over Egypteland. Zo zie je dus, hij krijgt dus geen toestemming om met het hele volk en de dieren te vertrekken. En dan zegt de Almachtige tot Mozes dat hij zijn hand uit moet strekken. En dan komt de plaag van de sprinkhanen over Egypte. Nou, de Kol Vaomer, de ergere variant van de sprinkhanenplaag, vinden wij op de dag des toekomstige dag des oordeels in Openbaring 9 vers 3. Dus een ergere versie zeg maar, van de sprinkhanenplaag is een plaag die hier wordt genoemd. En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde die hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Dus de gewone sprinkhanen eet alleen al het groen op, maar deze die hebben een dodelijk wapen, zoals een schorpioen ook een dodelijk wapen heeft. Exodus 3 vers 16 zegt dan, toen haastte Farao om Mozes en Aaron te roepen en zeiden, ik heb gezondigd tegen de Heer, uw God, en tegen uw lieden, en u vergeeft mij toch mijn zonde ditmaal. Bid vuriglijk tot de Heer, uw God, dat hij slechts deze dood van mij wegnemen. En hij ging uit van Farao en bad vuriglijk tot de Heer. Dat was dus Mozes in dit geval. En toen keerde de Heer met een sterke westenwind en hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. En bleef niet één sprinkhaan over in de landpalen van Egypte. Doch de Heer verstokte Farao's hart. En daar zien we dus de verharding optreden, zoals die ook in de toekomstige mensen zal optreden. Dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. Toen zeiden de Heer en tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel. En er zal, en dan komen we de volgende plaag, duisternis zijn, drie lagen over Egypteland, dat men de duisternis tastend zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse land, drie dagen. Nou, dan kun je zeggen van duisternis is gewoon een zonsverduistering, kun je gewoon makkelijk verklaren. Maar zo eenvoudig is dat niet. Bovendien, een dergelijke verduisternis was ook tijdens de kruisiging, maar dan niet drie dagen, maar drie uur. En een drieuurige verduistering in 30 na Christus kun je niet verklaren met een maans eclipse. Aangezien die maar 5 minuten duurt. Dus wat er toen gebeurd is, en die verduistering is ook gedocumenteerd in Romeinse bronnen. Dat die dus wereldelijk was, dus dat de hele wereld betrof. Want ook in Italië was die duisternis aanwezig. Van 's middags 1 tot 4 was dat zo'n beetje. Dat dus een duisternis is die alleen maar verklaard kan worden door een ander hemellichaam dan de maan. Wat is de Kol Vaomer in Openbaringen hiervan? In 16 vers 10 vinden we, en de vijfde engel goot zijn viool uit op den troon van het beest, en zijn rijk is verduisterd geworden, en zij kauwden hun tongen van pijn, en zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken. Nou, we zien dus dat de plagen zijn steeds gericht dat de wereld zich bekeert. Nou, wat zouden we weten, hè? Het verhaal van het oordeel over Sodom en Gomorra, en met Lot, en Abraham die vroeg de Heer wat die zou doen als er dan toch 10 gelovige goede mensen waren in Sodom en Gomorra, of die dan toch dat oordeel zou uitvoeren. Nou, en dan zien we dus dat God zelfs bij 10 mensen bereid was om het oordeel niet uit te voeren over Sodom en Gomorra. Nou, wat betekent dat dan voor de situatie dat er gelovigen zijn op de aarde?
tijdens de toekomstige dag des oordeels, de tijd van de grote verdrukking. Nou, derhalve nogmaals, de kerk gaat volgens de evangelie niet door de verdrukking. Ja, zijn oordelen zullen niet komen als zijn kinderen aanwezig zijn. Dus let op het beest hier. Het woord beest is Therion. En Therion is iets anders dan een dier. Dus Openbaring 5 vers 6. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren. Dus rondom de troon Gods staan dieren. Dat is het Hebreeuwse woord 2226. En dat is Zoon. En dat is niet het woord Therion. Therion is dus echt een beest in de zin van een kunstmatig gecreëerd iets, een soort hybride iets, zeg maar. Zoals tegenwoordig ook geëxperimenteerd wordt met genetische modificatie. Zo zou je dat de producten daarvan Therions kunnen noemen. Toen riep Farao Mozes en zeide: gaat heen, dient den Heere, alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook uw kinderkinds kunnen met u gaan. Doch Mozes zeide: ook zult gij slachtoffer en brandofferen in onze handen geven, die wij de Heer onze God doen mogen. Dus Mozes komt in opstand en zegt: ja, we kunnen niet zonder ons vee, want die hebben we nodig voor de offeranden. En ons vee zal ook met ons gaan en zal niet een klauw achterblijven, want van dezelfde zullen wij nemen om de Heer onze God te dienen. Nou, dan doch de Heer verhardde Farao's hart, hij wilde hen niet laten trekken. Maar Farao zeide tot hem: ga van mij, wacht u dat gij niet meer voor mijn aangezicht komen, want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Nou, dat is dus profetisch, want Mozes is toen inderdaad niet meer naar Farao teruggegaan, kreeg toch toestemming om te vertrekken. En toen uiteindelijk Farao achter hem aankwam met zijn volk, om het volk zeg maar te vernietigen, toen stierf hij zelf. De ironie was dat zij dus met zijn leger verdronk in de Schelfzee. Mozes nu zeide: gij hebt recht gesproken, ik zal niet meer uw aangezicht zien. Nou, in Exodus 11 zien we dus dan de laatste plaag. Want de Heere had tot Mozes gesproken: ik zal nog één plaag over Farao en over Egypte brengen. Daarna zult gij uw lieden van hier trekken. Als hij u geheellijk zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier drijven. Spreek nu voor de oren van het volk dat ieder man van zijn naast en ieder vrouw van zijn naast een zilveren vaten en gouden vaten eisen. Dus ze kregen ook nog een buit mee uit Egypte. Gingen niet met lege handen weg. En de Heere gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren. En ook was de man Mozes zeer groot in het Egypteland voor de ogen van Farao. De gewone mensen herkenden dus wel dat de God van Israël de ware God was. Verder zeide Mozes: zo heeft de Heere gezegd, omtrent middag zal ik uitgaan door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven. Nou, dat is dus het oordeel als je dus in volgens de schrift zondigt, dan is alleen een bloedoffer geschikt. En het bloedoffer moet eigenlijk van dezelfde kwaliteit zijn als jij zelf bent, oftewel, eigenlijk zou een mens moeten sterven voor de zonde van een mens. Nou, dat is symbolisch hier weergegeven door dat de allereerstgeborenen in Egypteland zouden sterven voor elke familie. Om daarmee zeg maar verzoening te doen voor de zonde van een gezin. Dat is dus niet het geval voor Israël, die werd uitgezonden daarvan, omdat Israël was een volk van geloof. Zij geloofden dat wat God zei waar was. En daarom heeft God hen gespaard van dat oordeel over de eerstgeborenen. En wij weten dat uiteindelijk is die eerstgeborene vervuld in het sterven en opstaan van Jezus Christus, die de zonde gedragen heeft voor elke gelovige in de Almachtige. Nou, nog even recapitulerend de plagen. We zien dus totaal 9 plagen hier staan. Er zijn er 10. Die 10e komt nog. We zien dus water verandert in bloed. Nou, in de Openbaring zien we een derde deel van de zeeën wordt bloed. We zien kikkers van de Nijl. We zien, dat is symbolisch de god Hathor. Dus alle afgoden, zeg maar, worden
aan de kaak gesteld, belachelijk gemaakt door Gods plagen. He, dus de Egyptenaren dachten dat zij macht hadden over de Nijl door de kikker te aanbidden. En God laat hen zien dat de kikker ook onderworpen is aan de macht van hem. Dus dan zien we dus dat deze plagen wel konden worden nagedaan door de tovenaars van Farao. Dan staat er ja. En hier staat of Israël uitgezonderd werd van die plaag, of dat er in de Bijbel staat. Dus in de eerste drie gevallen is dat niet het geval en daarna wel. En dan zien we hier uiteindelijk wat de parallelplaag is in het boek Openbaringen bij de dag des oordeels in de toekomst. Nou, dan zien we vlooien, die zien we niet terug, vliegenzwerm, sterven van dieren. Daar wordt dus Israël van uitgezonderd. Dan krijgen we zweren. Die zien we in Openbaring 16 vers 2. Eerst schaal uitgegoten met zweren en vloeken van de mensen met zweren. Dan krijgen we dodelijke hagel. God in nut. God van donder en bliksem. En in Openbaring 8 zien wij dat er een ster valt van de hemel op de aarde. En dat zou, daar kom ik verder op, maar dat zou ook de komeet, een komeet kunnen zijn. Of een asteroïde zoals Apophis verwacht wordt in 2029 om mogelijk op de aarde neer te storten, dan wel vlak langs te scheren. Dan zien we de sprinkhanenplaag. Dat gaat over de god Amon. De sprinkhanen heb ik het al over gehad. Dat zijn de sprinkhanen uit de bodemloze put. De demonen stellen zij voor. Dan krijgen we drie dagen duisternis. Ra, de zonnegod. En er is een verhaal, sommige mensen, daar hebben we het zo meteen over, maar nou, Apophis en Nibiru, die kunnen dus de veroorzaker zijn van een duisternis, periode van duisternis. Met name Nibiru zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn voor de duisternis gedurende die periode. Nou, even iets meer vertellen over Nibiru. Nibiru zou dus een Kolva Homer kunnen zijn van de duisternis die we eerder hebben gezien. Nibiru is door Robert Dr. Harrington als eerste zeg maar in openbaarheid gebracht. Hij was aan het zoeken naar het bestaan van een tiende planeet. En dat was hij aan het doen in Zeeland. Op een gegeven moment heeft hij die planeet ontdekt. En toen zou hij terugkomen naar Amerika voor een persconferentie. Maar binnen drie dagen was hij toen gestorven aan keelkanker. Het is een heel bizar, zeg maar, ongeluk wat hem is overkomen. En je gaat je dus afvragen, dat is wel heel toevallig dat het uitgerekend toen gebeurde. Vlak voordat hij in openbaarheid zou brengen dat er een planeet in aantocht was. Met een sterke elliptische baan, zoals hier weergegeven. Die dus een grote planeet kan natuurlijk enorme verstoringen teweeg brengen in de baan van de aarde en de planeten. Als je meer wil over weten, Gil Broussard heeft daar meer over. Nou, dat we ook onderhevig zijn geweest, mogelijk aan het neerstorten van allerlei grote blokken uit het heelal. Getuigde ook onder andere dit brokstuk wat in een vlakte ligt in Australië. Het is een enorme vlakte en ineens ligt er een blokstok wat helemaal, rotsblok wat helemaal getekend is door wrijvingsstrepen. Die kunnen ontstaan zijn toen hij de dampkring inkwam en die uiteindelijk toen neergestort is in deze vlakte in Australië. We weten, het is dus geen bewijs, maar het is dus wel heel vreemd dat hier op zo'n vlakte ineens zo'n enorm brokstuk ligt. Nou, daarnaast is er op dit moment mensen die zeggen dat de planeet Nibiru wel degelijk al in ons zonnestelsel aanwezig is, maar dat die dus heel moeilijk te zien is, doordat die enerzijds een donkere planeet is die geen licht geeft en geen licht reflecteert, of heel, heel beperkt en anderzijds, doordat onze dampkring in toenemende mate door die vliegtuigstrepen is bewerkt, wordt het ook steeds lastiger om
zulke soort hemellichamen overdag te zien. Echter, deze dame heeft de webcams bestudeerd van de Weersdienst van Amerika in de staat Alaska in het noorden. Noordelijke breedtegraad zijn die vliegtuigstrepen niet zo actief. En zij is dus in staat geweest om met verandering van contrast een paar toch wel merkwaardige verschijnselen te kunnen aantonen. Die dus regelmatig voorbij komen drijven bij onze aarde. Hier zijn wat uitvergrotingen. En hier hebben we de vliegtuigstrepen waarmee het zicht zeg maar, op dergelijke objecten wordt bemoeilijkt. Er zijn dus getuigenissen van mensen die gewerkt hebben in de vliegtuigindustrie. Die dus zeggen dat er inderdaad gebruik wordt gemaakt van chemicaliën in de uitlaatgassen van die vliegtuigen. Om dus zeg maar de nevelachtigheid toe te laten nemen in onze dampkring. Nou, daarnaast is er een dokter Claudia Albers die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid van een kunstzon. Want stel dat die planeet voor de zon langs schuift, dan zou onmiddellijk de aarde natuurlijk donker worden en zou iedereen beseffen wat er aan de hand is. Nou, om dat te voorkomen is er door de NASA een kunstzon in de ruimte gebracht. En de techniek daarvan is al beschreven op het internet. Hoe dat ding werkt. Nou, dat is een heel verhaal. Als je dat verder uit wil zoeken, moet je dat maar doen. Dit is een foto van dat ding. Zoals die met een ingezoomd, zeg maar, zichtbaar is vanaf de aarde. Nou, daarnaast hebben we het verhaal van Apophis. Dus die parallel aan asteroïden, de Nibiru gaat over de drie dagen duisternis. Apophis gaat over die berg van vuur die in openbaringen op de aarde stort. Apophis is een asteroïde van 370 meter lengte. En is voor het eerst aangekondigd op 19 februari 2008 door Neil deGrasse Tyson. Dus die kun je terugvinden op het internet. En hij zou dus op 13 april 2029 op de aarde storten, dan wel vlak langs scheren. Nou, dit is een interessante onderwerp waar ook weer boeken over geschreven zijn, zoals dit boek. De asteroïde die het zal dus nog een keer langskomen in 2036. Dan is er een grotere kans dat hij op de aarde botst. Officieel is nu de kans 1 op de 150.000. Nou, een botsing zou dus catastrofale gevolgen hebben voor de aarde. Nou, de rest. Je krijgt de nucleaire winter, vergiftiging van waterbronnen en zeeën, etc. Nou, dit zijn de dingen die je ook ziet leest in openbaringen. Openbaring 8 gaat met name over het onderwerp van. De derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandend als een fakkel gevallen uit de hemel is gevallen op een derde deel der rivieren en op de fonteinen der water. En de naam der ster wordt Alsem genoemd en het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. Nou, dit is het verhaal van openbaringen. Nou, de NASA maakt zich dus echt zorgen over zogenaamde NEOs, Near Earth Objects. En president Trump die heeft nu de Planetary Force Department opgericht, die zich toe wil gaan leggen op oorlogsvoering, zeg maar, in space. En waar dus onder andere, zeg maar, het proberen af te wenden van een dreigende botsing met een asteroïde een onderdeel van wordt van hun onderzoek. Nou, dan zien we in de profeet Hosea. Hebben we een interessante toepassing, zeg maar, van de tijdstip waarop de dag des oordeels zou kunnen aanbreken. We lezen namelijk in Hosea 6 vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot den Heere, want hij heeft ons verscheurd. Dit is wat Israël zegt, Juda met name, die zich heeft afgewend van de Heere, die verspreid is over de hele wereld. En we weten dat Israël sinds het jaar 70, zeg maar, in ballingschap gegaan is en dat hele land
toen al heel snel bijna geen Joden meer bevatten. En dat alle Joden zijn verkocht als slaven en verspreid over de hele wereld. En er staat er, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Wij zullen voor zijn aangezicht leven. Nou, een dag is als 1000 jaar. Dus 2 dagen is dan 2000 jaar. Dat weten we dan weer uit Petrus. Nou, als we de startdatum 30 na Christus leven, levert de startdatum van het millennium op van 2031. Dat zou dan de startdatum zijn van op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Nou, dat is dus de 3e dag. Dat is een periode ook van 1000 jaar. En de dag van de verrijzenis van Israël, zeg maar, zoals de profeten gesproken hebben, als het hoofd der natiën, waarin Christus zal regeren voor 1000 jaar. Dat de periode is 1000 jaar lang en we zien hier dus 2 dagen levend maken, dat zou dus 2000 jaar zijn. Als we dat doen vanaf het jaar 30 na Christus, dat is het jaar waarop Israël als volk Yeshua verwierp als zijnde de Messias. En dat is dus de vervulling van Hosea 6, waarin zeg maar Israël zich verwierp en ongehoorzaam werd aan Yahweh, aan God. Dan zien we dus de verwerping in Matthäus 23, vers 37, uitgesproken door Yeshua. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stedigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugels. Gij hebt niet gewild. En dit zou de officiële verwerping kunnen zijn van Yahweh, de God van Israël, van zijn volk. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Israël is vanaf toen, zeg maar, een woestenij geworden. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Nou, dat heeft Israël dus nog niet gezegd. En dat is dus een toekomstig verhaal. En we weten wel dat er nu al heel veel aan het gebeuren is in Israël. En dat dat moment misschien wel heel erg aanstaande is. Dus de dag des Heren, de dag des oordeels, de 70ste jaarweek van Daniël. We lezen in Daniël dus over de 70ste jaarweek. Dat is de periode van 7 jaar verdrukking. En die 7-jarige verdrukking die wordt dus beschreven vanaf Openbaring 4 tot en met Openbaring tot Openbaring 19. Waarin dus 7 zegels van oordeel, 7 trompetten van oordeel en 7 schalen van oordeel zullen komen. En het toevallige is dus dat Trump zijn 2e ambtstermijn, als hij dus dit jaar herkozen wordt, zal aflopen in het jaar 2024. En dan is het dus mogelijk dat de deep state en de voorbereiding van de antichrist weer volop op de agenda kwam, zoals die ook in op de agenda stond in de tijd van Hillary en Obama. En dan zien we het begin van de tribulation, het onderdeel daarvan is ook globalisatie, dat past allemaal binnen, zeg maar, de komst van een wereldregeerder die uiteindelijk, zeg maar, blijkt een verlengstuk te zijn van de duivel. Het begin van die grote verdrukking, die dag des oordeels, die kan mogelijk samenvallen met het einde van de Trump-regering. En daar hebben we een aanwijzing voor in 1 Korinthe 15, vers 52. Daar staat iets wat wel heel toevallig is eigenlijk. Daar staat in een moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, the last of President Trump, for the trumpet shall sound and the dead shall be raised, incorruptible, and we all shall be changed. En de statenvertaling staat dan in het punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, zij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Nou, als dat dan, zeg maar, het begin is van de grote verdrukking, dan valt het dus samen met het moment van de opname. En dus het einde van de Trump-regering is dus ook de tijd van de opname, is dus het begin van de grote verdrukking. In het schema krijgen we dan het volgende. 30 na Christus, Yeshua's dood en zijn verwerping, volgens Matthäus 23, vers 37. Dan 2000 jaar later
zit in 2030. Dan de laatste 7 jaar is dus de grote verdrukking. De 70ste jaarweek, die we dus lezen, waarvan we dus lezen in Openbaringen. En het begin van de grote verdrukking is dus net het einde van de ambtstermijn van Trump. Nou, het is toevallig, het zou kunnen. En dat is ook, in deze periode komt dus ook die Apophis, valt dan ook op de aarde. Dan komen we bij de laatste plaag. Dat is de 10e plaag, het ster van de eerstgeborene. Farao, de god van het leven. En toen stierf dus zijn eerstgeborene. Dus zo erg was hij niet de god van het leven. Nou, daar is de parallel van. Het mannelijke kind. Wat dus opgenomen wordt voor God en zijn troon. Die wordt dus gered, zeg maar. In Exodus 22, vers 29. Uw volheid en uw tranen zult gij niet uitstellen, den eerstgeboren uw zoon zult gij mij geven. He, dus in Gods wet staat dus dat de eerstgeborene van een gezin valt God toe, zeg maar. En dat heeft te maken dus met de zondeval van de mens. Maar goed, betekent dus niet dat elk gezin zijn eerstgeborene zou moeten offeren aan de Heer. De eerstgeborene kan ter beschikking worden gesteld voor dienst aan de Almachtige, bijvoorbeeld als geestelijke, als dominee of wat dan ook. Maar hij kan ook gelost worden, door een ander soort offer. Gij nu zult mij heilige lieden zijn, daarom zult gij geen vlees eten dat op het veld gescheurd is. Gij zult het den hond voorwerpen. He, dus het gedrag, het feit dat Israël heilig was voor God, betekent dus dat ze dus bepaalde wetten hadden te houden voor wat betreft voedsel. Nou, in, zien we voorts dat wetsbetrachting betekent dus dat het volk heilig werd voor Gods aangezicht. Heiligheid betekent dat je bestendig bent voor het oordeel. Oftewel, oordeel is altijd vuur, dus je wordt dus vuurbestendig. En pas alleen als je vuurbestendig bent, kun je gemeenschap hebben met ja. Dus als wij onheilig zijn en ja woont in ons midden, worden wij verteerd door zijn heiligheid die zich uit in vuur. Nou, alleen Mozes kon uiteindelijk de berg Horeb op. Het volk moest op veilige afstand blijven staan, of anders zou wij voor hen uitbreken met vuur. Nou, toen de Heere zag dat hij zich daarheen wende om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos. En zeiden: Mozes, Mozes. En Mozes zei: Ik ben hier. En hij zeide: Nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. Nou, zo zien we een combinatie van vuur, van een braamstruik die niet verteert. En dat is weer het beeld van zeg maar de gelovige. Want die zou normaal gesproken, naar de mens gesproken, zou een hout moeten verteren. Maar door Gods interventie verteert hij niet. Want ik ben de Heere uw God, gij zult u heiligen en heilig zijn, terwijl ik heilig ben. Dus de oproep is voor alle gelovigen om zich te houden aan Gods wetten. En dat is ook belangrijk, omdat wij anders nooit in Gods aanwezigheid kunnen leven. Jeremia 5 vers 14, daarom zegt de Heere God de Heerscharen al zo, omdat gij, Jeremia, dit woord spreekt, ziet, ik zal mijn woorden in uw mond tot vuur maken en dit volk tot hout en het zal hen verteren. He, dus iedere dienstknecht, zeg maar, van de Heer, ieder gelovige in de Heer, die zijn woorden bestudeert, die zal die woorden ook kunnen spreken. En die woorden zullen ook de daden van de wereld verdoen, door dat de wereld zich niet houdt aan de juistheid en de wetten van God. In dit geval kreeg Jeremia daar bovennatuurlijke macht bij. Openbaring 20 vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te vergaderen tot den krijg, welke getal is als de zand van de zee. En zij zullen opgekomen op de breedte der aarde en omringden op de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En dan komt het, er kwam vuur neder vanuit God uit een hemel en heeft hen verslonden. Hier weer, dat vuur is het beeld van het oordeel. Dus sommige mensheid wordt verteerd door Yahweh's vuur, maar zijn kinderen die rein zijn niet.
En een ander voorbeeld is zaterdag Mesach en Abednego. Die konden dus in het vuur geworpen worden zonder dat ze verteerd werden. Nou, les van de braamstreuk is dus het ja. Aanwezigheid van ja is, dan ben je op heilige grond. En de heiligheid van ja is vuur. Exodus 19 vers 17. Mozes leidde het volk uit het leger, goden tegemoet. Dat was toen ze bij de berg Sinaï waren. En de hele berg stond in de rook en was vol van vuur. En de ganse berg rookte opdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. En dan lezen we vervolgens in Deuteronomium 4 vers 24. Want de Heere uw God is een verterend vuur. Een ijverig, jaloers God. En dan lezen we in Hebreeën 12 vers 29 nog een keer. Want God, onze God, is een verterend vuur. Dus ik word nu al duidelijk dat God een verterend vuur is. Waarom kon Mozes dan wel die berg op en het volk niet? We weten dat perfect geloof doet de angst verdwijnen. In Exodus 20 vers 18 zien we en al het volk zag de donderen en de bliksemen. Nou, en die zij weken af. Dus het volk was benauwd vanwege de donderen en de bliksem, maar Mozes was dat dus niet. En dan zegt het volk tot Mozes, Mozes zegt dus tot het volk, vrees niet, want de Heer is gekomen opdat hij u verzocht. En dat zij vrezen voor uw aangezicht zou zijn en dat gij niet zondigde. Dus de reden waarom er zoveel vuur en donder en bliksem is, is dat de mens zou beseffen dat zij niet moeten zondigen voor het aangezicht Gods, omdat God vuur is. Maar Mozes naderde tot de donkerheid alwaar God was. Nou, dan zien we dus later dus dat de reden waarom het volk zo bang is, toen hij de berg afkwam, toen kwam er dus een schijnsel van zijn gezicht af. En toen moest hij ook een lap over zijn hoofd dragen, omdat de mensen bang waren om hem aan te kijken. Dus hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Nou, in Deuteronomium 5 vers 23... en het geschiedde als gij die stem uit het midden der duizend hoorde dat de berg van vuur brandde, zo naderde gij tot mij, alle hoofden, uw stammen en uw oudsten, en zeide, zie, de Heer onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien, en wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben wij gezien dat God met den mens spreekt en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Nou, en hier krijg je dus de wending van het volk. En dan zeggen ze tegen Mozes, nadert gij en hoor alles wat de Heer onze God zeggen zal, en spreek gij tot ons. Dus het volk wil liever niet zelf rechtstreeks met God communiceren vanwege hun angst. En zo zeiden, en het antwoord van God is dan, zo zeide de Heer tot mij, ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, dat zij tot u gesproken hebben, en God gaat ermee akkoord. Het is allemaal goed dat zij het gesproken hebben. Maar dit is niet de perfecte situatie wat God zou willen, want het mooiste zou hij vinden als het volk wel degelijk met hem rechtstreeks zou communiceren. Want hij verklaart zich nader, hij zegt dan, och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen. Dus het volk vreest God onvoldoende, zodat zij al zijn geboden onderhouden. Dus het overtreden van de geboden is in het algemeen een gebrek aan Godvrezendheid. En dat is ook nu zo. Opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. En hier hebben we het dus, ethiek is dus nodig opdat het wel gaat met u. En God verbindt hier zelfs de eeuwigheid aan dat het onderhouden van zijn geboden belangrijk is voor het welgaan tot in alle eeuwigheid. Ga, zeg hun, keert weder naar uw tenten, maar gij sta hier bij mij dat ik tot u spreek al de geboden, inzettingen en rechten. Dus Mozes krijgt dan de Torah, de instructie, hoe Gods volk moet leven. En die wet, die dient dus, dat in al de weg dien de Heer uw God gebied, zult gij gaan, die weg zult gij gaan, omdat gij leeft en dat het u wel gaat en gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult. Nou, dat is dus de reden waarom zowel Israël en Egypte, alle twee, zich moesten onderwerpen aan de instructies van God. Nou, dan maken we een sprong naar Exodus 34 vers 20.
En dan zien we dus dat de baarmoeder, alles wat de baarmoeder opent, is mijn. Ja, al uw vee, het mannelijke zal, dat mannelijke zal geboren worden, openen de baarmoeder van het grote en het kleine vee. Nou, dan krijg je nog wat. Al de eerstgeborenen uw zonen zult gij lossen. Kijk, en hier heb je de wet van het lossen. En men zal voor mijn aangezicht niet ledig verscheiden. Desdaags zult gij arbeiden, maar op den zevende dag zult gij rusten. In de ploegtijd en de oogsten zult gij rusten. En dus we moeten dus de sabbatdag, de zaterdag, zeg maar, onderhouden. En er staat hier dus ook dat de eerstgeborenen moeten worden gelost. Jesaja 66. Daar zien wij een eindtijdprofetie ook weer met een vrouw die in barensbee is. Even kijken hoor. Al zo zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetbank, mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zoudt bouwen? He, dus God geeft hier al aan dat die tempel, dat was niet zijn perfecte plan. Dat Israël een tempel zou bouwen. En waar is de plaats mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer. Nou, en dan gaat hij dan, dus waar, wat, wie behaagt Yahweh, de God van Israël? Niet de trotse rabbis en de theologen en de kardinalen. He, dus dan zegt God in Jesaja, maar op deze zal ik niet zien, op den armen. Maar op deze zal ik zien, op de armen en de verslagene van geest, die voor mijn woord beeft. Hier zie je dus weer die vrezen voor Gods woord. En dat zijn, is de mens die genade vindt in de ogen van de Almachtige. En die zijn woorden bewaart en zijn geboden onderhoudt. Niet degene die weer dieren willen gaan offeren. En die vind je dus ook. En want in Jesaja staat dus, wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond den hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. En wie wierook brandt den gedenkoffer, is als die een afgod zegent. He, dus dat offeren, wat Israël dus weer wil gaan doen nu, dat is niet wat God wil. Al die offers die ze moesten doen in het Oude Testament waren alleen maar een symbolische heenwijzing naar het feit dat overtreding moest worden verzoend met bloed. En dan wel het bloed, het perfecte bloed van Jezus Christus, de enige zoon, enige geboren zoon zonder zonde. En dus het was een model, zeg maar, van de ware verzoening tussen God en de mens. Dus het geloof in Jezus Christus maakt weer vrij van zonde. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen en hun vrezen zal ik over hen doen komen, opdat ik geroepen heb en niemand antwoordde, ik gesproken heb en zij niet hoorden. He, dus God roept steeds weer de mens op om zich te bekeren. En ja, dat doen ze dan niet. En ze hebben dus gedaan waar ik geen lust toe had. En dat zien we dus ook nu in het rabbijns jodendom, waarin er allerlei extra wetten verzonnen zijn en regels die de Tora vervangen. En de Tora wordt, zeg maar, eigenlijk weggelaten uit zeg maar, het dagelijkse geestelijke leven van Israël. Nou, zijn volk, wat is het dan wel? Dat vinden we in Jesaja 66 vers 5. Hoort des Heeren het woord, gij die voor zijn woord beeft. Nou, beeft u, broeder of zuster, voor het woord Gods? Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil zeggen dat de Heere heerlijk worden. Wij worden uitgeworpen door de Romeinse joden en door de gevestigde kerken. Er is heel veel strijd altijd geweest tussen de ware kerk en de pseudo-kerk. Doch hij, Yeshua, zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Zij, onze vervolgers, daarentegen zullen beschaamd worden. Wat zal Yahweh doen tot onze vreugde? In Jesaja 60 vers 6 staat er, er zal een stem van grote rumoer uit de stad zijn. Het hemels Jeruzalem waar Yeshua ons een plaats heeft bereid. Een stem uit den tempel. Er is hier dus geen tempel. Dus het gaat om de hemelse tempel. De stem des Heren die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. En dus hier staat dus dat er een oordeel gaat komen over een wereld die de mensheid die God wel vreest, verdrukt. Het apartzetting van Israël, en dan gaat het over niet alleen over het Israël in het oude Israël, maar ook in het moderne Israël. Het moderne Israël is elke gelovige in Jezus Christus, is onderdeel van het moderne Israël.
Het is wel van God, zoals Paulus schrijft. En er staat er in vers 60, vers 6, er zal een groot teken geschreven zijn in het ganse Egypteland. Nou, hier gaat het dus niet meer over Egypte, maar gaat het over de wereld, symbolisch voor Egypte, desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal. Maar bij alle kinderen Israël zal niet een hond zijn tong verroeren, van de kinderen af tot de beesten toe, opdat gelieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. He, dus ook in het Oude Testament, bij de Exodus, zien we dus een afzondering tussen Egyptenaren en zijn volk Israël. En dat zal in de toekomst ook weer zo zijn. Jesaja 66 is het laatste hoofdstuk van Jesaja. Dus het gaat hier duidelijk over de profetische gebeurtenissen die nog zich moeten gaan voltrekken. Het woord voor afzondering is pala. Alzo zullen zij afgezonderd worden. Vinden we het ook terug in Exodus 33, vers 16. Afgezonderd volk. Wij zijn een afgezonderd volk. Hoe zijn wij dan afgezonderd? Door wet en woord. Het woord, het brood, en door zijn geest en zijn leven in ons. En dan hebben we weer het symbool ook van het avondmaal, de brood en de wijn. Nou, wat was eventjes ter illustratie, wat was het probleem van de vijf dwaze maagden? Hier hebben we de vijf dwaze maagden, Matthäus 25 vers 1 vinden we die parabel. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn als aan 10 maagden elk haar lampen namen en gingen uit ten bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. En die dwaas waren haar lampen nemen en namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit ten hemel tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen en de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden zeggende, geen zins opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegommen die gereed waren, gingen met hem tot de bruiloftsmaal en de deur werd gesloten. Dat betekent, dan kun je er niet meer in. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggen, Heer, doe ons open. En hij antwoordde tot hen, voorwaar, ik ken u niet. Ik ken u niet, dat is een heel belangrijke clue. Zo waakt dan, want gij weet den dag niet, nog de uren, de welke de zoon des mensen komen zal. Nou, wat is nu die olie? Te weinig olie, omdat ze niet verbonden waren met de bron van de olie. Als je verbonden bent met de bron van de olie, dan heb je altijd genoeg olie. En wie is de bron van de olie? Dat vinden wij terug in het beeld van Zacharia 4 vers 2. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar, staat er dan. Maar dat is het Hebreeuwse woord menorah, die we ook in de tempel vinden. En een oliekruikje. En dat is niet zozeer een oliekruikje, maar het zou ook een fontein kunnen zijn of schaal. Boven deszelfs hoofd. En zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen. De welke boven zijn hoofd waren, en 2 olijfbomen daarnevens. 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 ter linkerzijde. Dat is wat je in die afbeelding hier ziet. Links en rechts zie je dus een olijfboom. En ik antwoordde en zei tot de engel die tot mij sprak, Heere, wat zijn deze dingen? Toen sprak de engel en zei tot mij, weet gij dat niet? En ik zeide, nee heer, dat weet ik niet. En toen zei hij, dit is het woord van Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, wat stelt die menorah nou voor? De menorah is, dat weten wij uit de openbaringen, hoofdstuk 2 en 3, is dus de, zijn de 7 gemeenten. De kahal in het Hebreeuws van Yeshua. Nou, wat doet de menorah? Wat wordt zij geacht te doen? De kandelaren van de 7 gemeenten die we horen te branden. Hoe branden zij? Op basis van de olie die erin is. Wat is het Hebreeuwse woord voor olie? Dat is shemen. Dus shin, een mem en een noen, shemen. Ja, maakt een afzonderingsscheiding door de plagen en redt zijn volk door plagen heen. Shemen bestaat uit shem en men. Nou, men, dat is hetzelfde woord als manna. Dat is dus het manna wat ze kregen in de woestijn, waarmee God hen voedde. En dat is weer het symbool voor zijn woord. Shin is dit letterteken. En dat shin is, staat voor de tanden, het bijten, het eten. Dus
Shin Men betekent dus eten van het manna. Dus, oftewel het eten van Torah, van Jah's woord, zijn Torah. Dus olie betekent dus, je hebt dus olie als je dus het manna eet. Het hemelse brood, dat is Yeshua en het woord. En Yeshua is het levend geworden woord. Nou, waarvoor dient het opvangvat? 2 Timotheüs 2 vers 21, vaten in de tempel. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, die tot alle goed werk bereikt zijn. Een vat ter ere, wij zijn bedoeld als vaten ter ere, die Jah's geest en woord in zich dagelijks ontvangen en dragen en doorgeven als lichten in een duister wereld. Daarmee hinderen wij en duwen wij terug als licht duisternis doet wijken, de Satan met zijn demonische wereldmachten. Oké, waarvoor dienen dan de olijfbomen? Dat is voor de aanvoer van de nieuwe olie. Wie zijn die twee olijfbomen? De twee getuigen, die we ook terugvinden, zowel in het Oude Testament, in de vorm van Mozes en Elia, als in het Nieuwe Testament, op de berg van de verheerlijking. We zien ze ook weer terug in Openbaringen als ze optreden, en we zien ze ook terug in het huwelijk, want de twee getuigen voor de kinderen zijn de man en de vrouw. En de man representeert Mozes en de vrouw representeert Elia. En dat vinden we ook weer terug in Hof van Eden. In Hof van Eden hebben we de boom van de kennis van goed en kwaad. En dat is dus de man. En dan de boom des levens. Dat is dus de vrouw. Want zij is een boom des levens. Omdat zij weer nieuwe kinderen voortbrengt. Nou, wie is de stam van de olijfboom? Jesaja 11 vers 10 vinden we dat. Want het zal te dien daar geschieden dat de heiden naar den wortel van Isaïe, die staan, zal tot een banier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Nou, dus de wortel van Isaïe, de stam van Isaïe, dat is Yeshua. De vijf dwazen waren niet zelf verbonden met de bron van de olie, Yeshua. Daarom moest zij ook zeggen, ik ken u niet. Dus als wij in Christus zijn, dan kent Christus ons. En ja, dat is wat een wijze maagd doet. De instelling van de kalender, ja, dat is nog eventjes een zijtak, maar wel belangrijk in dit geval, want we hebben hier over in Exodus dat de Heere de seder instelt. De viering van de uittocht, die moet dus elk jaar gevierd worden voor alle gelovigen in Yeshua. En dat is gewoon om ons elke keer weer erop te wijzen hoe belangrijk het is dat wij goed leven. Dat we op de juiste manier leven in godvrezendheid. Nou, daarom zegt de Heer in Exodus 12, de Heer nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende, deze dezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn, zij zal u de eerste van de maanden zijn. Dus Rosh Hashanah, of het hoofd van het jaar, is dus niet 1 Tisri, oftewel de zevende maand, maar het is feitelijk dus de eerste maand van het jaar. Spreekt, en die maand die wordt ook wel Aviv genoemd, en Aviv is dus het woord voor lente. En dan staat er dan, spreekt tot de ganse vergadering Israël zeggende, aan den tiende deze maand, dus op de tiende van de eerste maand, nemen eigenlijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Het begin van het jaar dus is het de maand van het Pascha en niet Rosh Hashanah. De maand van de bron van de rabbijn Jodendom hanteert het nieuwjaar. Het is niet de Bijbel, maar de Mishnah. Dus wat je dus vindt in het rabbijn Jodendom is niet gebaseerd op de Bijbel, maar op die Mishnah. De Mishnah is niet een boek van openbaring van God, het is een boek van theologen. En we vinden dus in het boek Rosh Hashanah van de Mishnah vinden we de volgende Hebreeuwse tekst. En daar staat dan dit in het Engels en in het Nederlands staat er zijn vier nieuwjaarvieringen. De eerste van de maand Nisan, dat is dus zeg maar de eerste, dat is het Babylonische woord voor de eerste maand. Dus de maand waarin dus Pasen moet worden gevierd. Dat is dus gewoon in de Bijbel de maand Aviv, of de eerste maand van het jaar. En dat is het nieuwe jaar voor koningen en feesten, staat er dan. En de eerste maand van de maand Elul is voor het nieuwe jaar voor het geven van tienden van dieren. Nou, dat staat nergens in de Bijbel. Dan de Rabbi Eliezer en Rabbi Shimon, die hebben nog gezegd dat de eerste van de maand Tisra is voor het nieuwe jaar. Dus twee rabbis hebben dat gezegd. Dat is geen openbaring gods. De Sabbatjaren en de jubeljaren en het beplanten van groenten. En de eerste van de maand Shevat is het nieuwe jaar voor de bomen.
Nou, dat zal allemaal wel, maar dat is ook weer niet in de schrift te vinden. Bovendien wordt het jaar natuurlijk best wel ingewikkeld als je 4 keer een nieuwjaarsviering hebt. Dus je hebt wel een specialist nodig als je als landbouwer nog wil weten wanneer je moet zaaien en oogsten. Yeshua hield niet van rabbijn Jodam en niet van vader Paus en kerkelijke hiërarchieën. Want in Yeshua schrijft hij in Matthäus 23, vers 6: en zij, de farisees waaruit je Hebreeuws Jodendom voorkomt, beminnen de vooraanzetting in de maaltijden en de voorgestoelte in de synagogen. Ook de begroetingen op de markten en van de mensen te genaamd te worden: rabbi, rabbi. Doch gij zult niet rabbi genaamd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Gij zijt allen broeders. Dus het uitgangspunt tussen gelovigen is gelijkheid en niet een hiërarchie, zoals dat in zeg maar pseudokerk het geval is. Gij zult niemand van uw vader noemen op aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Dus het is dus ook niet bedoeld dat je een voorganger tot pastoor gaat verheffen of tot vader, zoals de paus eigenlijk wil dat je hem noemt. Maar de meeste van u zal uw diener zijn. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee u, gij schriftgeleerden en farizeeërs, gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, of vermits gij daar niet ingaat, nog degene die ingaan zouden laat ingaan. Dus Christus is hier heel kritisch ten aanzien van de geestelijke elite. Exodus 12 vers 4, maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neemt hij met zijn naaste broer. Je kon dus ook zeg maar een lam delen. Je moest het dus in huis nemen vanaf de 10e tot de 14e dag van de maand. Nou, waarom was dat? Dat was natuurlijk omdat de kinderen het dol waren op zo'n lammetje en het dan de meeste zouden spelen. Het zou onderdeel worden van het gezin. Ze zouden het allemaal lief hebben en dan moest op de 14e dag datgene wat ze lief hadden, moest de dood in. En dat moest, omdat anders hun zonden niet zouden worden vergeven. En dat is eigenlijk het beeld wat er ook met Yeshua gebeurd is. Hij heeft ook onder ons gewoond 3 jaar lang en is toen ook de dood ingegaan voor onze zonden. Nou, dan zien we dat Pesach is dus uiteindelijk het feest van het kiezen tussen verlossing of kiezen voor het oordeel. De ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen de 2 avonden, hè? Dus op de 14e moest het geslacht worden tegen de avond. Het lam sterft voordat de avond invalt. Dat was dus de woensdagnamiddag. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide posten tot aan de bovendorpel en aan de huizen in welke zij het eten zullen. Zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Nou, het ongezuurd brood is natuurlijk dat het brood staat voor het woord, het Bijbelse woord. Het is ongezuurd, er zit geen corruptie in. Gods woorden zijn niet vervuild met menselijke gezichtspunten die corrupt zijn. Het wordt gegeten met bitter saus. Dat doen wij ter denking dat ons lot hier op aarde soms vol is met bitterheid. Gij zult het niet rauw eten, ook geen in het water gezoden, maar aan het vuur gebraden. Dus het vuur is weer het beeld van het oordeel, zijn hoofd en zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven, dus tot de morgen, dus er mocht niks overgelaten worden aan rotting. Het moest dus, alles moest geconsumeerd worden. Aldus zult gij het eten, uw lendenen opgeschort, uw voeten, schoenen aan uw voeten. Zij moesten dat doen omdat ze de volgende dag zouden zijn bevrijd. Dus zeg maar, dit is ook geestelijk betekent dit dat het aannemen van Jezus Christus, van zijn offer voor jouw persoonlijke zonde, betekent dat je in de vrijheid wordt gesteld van de macht van de overste deze wereld. Want ik zal in deze nacht naar Egypte gaan en alle eerstgeborenen in Egypte land slaan en de mensen af tot den beesten toe. Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. En hierin zien we dus dat God alle eerstgeborenen van de gezinnen waar die niet geloofden dat zij zondig waren en niet geloofden dat zij God nodig hadden en zijn plaatsvervangend offer in Jezus Christus, die werden dus gehouden aan de wet. En de wet eist dat de eerstgeborenen
zou moeten sterven per gezin. Als je niet schuilt onder het gestorte bloed van Yeshua, het perfecte paaslam, voor jouw zonde is er geen bescherming voor het oordeel van Jah over de wereld. Nou staat hiernaast nog even een kalender. En we weten dus uit zowel het boek van Henoch als uit de Bijbel als uit geschriften van Qumran dat de viering, het begin van het jaar, is gekoppeld aan de dag waarop de nacht gelijk is aan de dag. Dus in het voorjaar is er een moment waarop de nacht even lang is als de dag. En dan moet je vervolgens de vierde dag nemen. En dat is de vierde dag omdat dat in de scheppingsperiode de dag was, de scheppingsweek, dat de zon werd geschapen. En daarmee begint dus ook de dag en de nacht, zeg maar, tijdrekening. Dus de vierde dag is dus de eerste, de vierde dag is dus de woensdag, hè, want zondag, maandag, dinsdag, woensdag, de vierde dag is dus de woensdag. Dus de eerste dag van de eerste maand valt altijd op een woensdag. En de Torah, de week kun je niet breken, dus je kunt niet zeggen van, nou oké, vandaag is de woensdag, morgen is de eerste, oh dan is het morgen weer woensdag. Dus je moet dan zoeken naar de eerstvolgende woensdag na de dag dat de nacht even lang was als de dag. Oftewel de equinox. De eerste woensdag na de equinox is dus de eerste van de eerste. Nou, dat even in een nutshell. Dan weet je dus de eerste, dan weet je dus ook wanneer de 14e is, de dag van Pesach. Nou, dan hier staan alle. Vervolgens gaat de parasha verder met alle data van de verplichte feesten die moesten worden gevierd in die eerste maand. Nou, dit is de Heer een paasoffer die voor den huis des Israëls voorbij ging in Egypte. Kol vaomer zal het oordeel van de dag des oordeels jouw huis voorbij gaan, schuil jij onder het bloed van het lam. Want hij sloeg dus de Egyptenaren. Nou, dit is dus, gaat dus ook in de toekomst weer gebeuren voor de mensen die niet schuilen onder het bloed van het lam, komen onder, in de dag des oordeels onder het oordeel van God. Hoe zal Yahweh onze huizen, lichamen en tempels van de Heilige Geest bevrijden? Toen boog zich het volk en neigde zich en de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere en de Aaron geboden had, alzo zij deden. En het geschiedde te middag dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborenen van Farao af tot zijn troon zittende zou, tot een eerstgeborene van de gevangenen die in het gevangenhuis zat. Dus elke eerstgeborene werd dus geslagen. Als je dus geen eerstgeborene hebt die in jouw plaats is geslagen, dan valt het oordeel dus op jouw huis en op jouw eerstgeborene. Exodus 12 is 30 en Farao stond op bij nacht. Nou, en dan laat hij dus het volk uiteindelijk gaan met alles wat ze mee willen nemen. Nou, de Kol Vaomer hiervan, dus de uittocht zeg maar van Israëls volk, vinden wij terug in Yeshua's bericht aan de discipelen. Dat hij zou komen als een dief in de nacht. Dus hij komt plotseling en wees dus bereid, net zoals een Israëlisch bruidje bereid moest zijn, omdat haar geliefde zou komen voor het huwelijk op een onaangekondigd moment. Dus zij moest altijd haar kleren gereed houden, haar huwelijkskleed, voor het moment dat haar bruid zou komen. Exodus 12, vers 3. De Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit het land te drijven. Want zij zeiden, wij zijn allen dood. Dus de Egyptenaren kwamen helemaal in de paniek vanwege dat sterfgeval. Dus nou, dan zien we dus dat de Israëlieten vertrokken met deegklompen gebonden in hun klederen. He, dus die deegklompen waren dus ook weer ongezuurde broden. Dus de eerste 7 dagen hebben we gezien van het feest. Is het feest van ongezuurde broden. Dus die eerste 7 dagen loopt dus precies parallel met het feit dat ze toen brood aten wat ze meegenomen hadden. En wij worden ook geacht dat te herinneren door het eten van ongezuurde broden gedurende die 7 dagen. En het staat dus geestelijk voor het feit dat we de zonde uit ons leven wegdoen. Nou, dan komen we bij Exodus 12, vers 40. De tijd nu der
woning die de Egyptenaren Israëls in Egypte gewoond hadden, is 430 jaar. Nou, waarom 430? Nou, 430 is dus 500 jaar min 70 sabbatsjaren. Dus het is een blok van 500 jaar, feitelijk. En we zien dus herhaaldelijk dat God de geschiedenis van Israël indeelt in blokken van 500 jaar. Oftewel 70 jaarweken. 70 jaarweken plus 10 jubeljaren. Dus dat, die 430 zijn dus feitelijk de niet gehouden 70 sabbatsjaren. Want ze waren immers niet in het land, dus hoefden ze ook die sabbatsjaren niet te houden. Nou, we leven nu dus in de 69e jaarweek van Daniel en de 70e jaarweek van de grote verdrukking. Dus de periode die nu passeert is niet onderdeel van die 70 jaarweken. Die zit dus tussen twee jaarweken in. En wordt dus niet geteld. En zodra de grote verdrukking begint, dan begint dus de 70e jaarweek. Die in Daniel is beschreven. Nou, in Exodus 12, vers 42. Deze nacht zal de Heere op het vlijtigst houden, opdat hij hen uit Egyptland geleid heeft. Deze is de nacht des Heeren die op het vlijtigst gehouden moet worden. Dus het is heel belangrijk dat deze nacht gevierd blijft door alle generaties van de gelovigen in Jezus Christus. Dus de ganse vergadering van Israël zal het doen. Als nu een vreemdeling bij u verkeert, alles wat mannelijk is bij hem besneden worden en komen bij hij daartoe. Nou, hier heeft de besnijdenis, wordt hier dus de fysieke besnijdenis bedoeld. Maar er is een betere wet gekomen en dat is dus de besnijdenis van het hart. En die komt dus eigenlijk in de plaats dan van de fysieke besnijdenis. De besnijdenis is dus nu naar het hart. Exodus 13 vers 1, toen sprak de Heere tot Mozes, zei de Heilig mij allereerst geborene. Ja, dan vinden we de, nog even de equinox. Nou goed, dat heb ik al gezegd. Hè. Dit jaar is op 20 maart is dus de equinox aan de gang in Jeruzalem. Dus dan is de nacht even lang als de dag. En Aviv 1 is dus de eerstvolgende vierde dag van de week. De scheppingsdag van de zon, daarna dus 25-3. 25-3 is dus is Aviv 1. Nou, hier is dat dus ingevuld. 24e, dat is een dinsdag. En dan de 25e, dat is weer een woensdag. Dus 25 maart is dus Aviv 1. Dus Pasen valt dus op 3. Even kijken hoor. Dus 14e is dus 7 april. Paas is 7 april. Het lossen van de eerstgeborene, wanneer u de Heere in het land Kanaan die gebracht zal hebben, zo zult gij tot den Heere doen overgaan alles wat de baarmoeder opent, aan alles wat de baarmoeder opent van de vrucht der geest. Nou, hier hebben we dus de wet van het lossen, daar hebben we het al even over gehad. Hoe werden kinderen dan gelost? Daarom offer ik den Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, doch allereerstgeborene mijn zonen los ik. En het lossen betekent dus dat je een offer bracht aan de tempel. Nou, dan komen we bij Israël die bij de berg Sinaï aankwam nadat ze Egypte uit waren getrokken. En dan vinden we dat die wet, waar dus de relatie tussen Israël en God werd geregeld, heeft grote overeenkomsten met een huwelijkswet die geldt dus als een man en een vrouw in Israël in het huwelijk traden. In de Ketubah werd dus vastgelegd hoe de vrouw beschermd werd tegen willekeur van de man als hij op een gegeven moment besloot dat hij niet meer met haar getrouwd zou willen zijn. Dus er waren allerlei beperkingen daaraan, zodat de vrouw beschermd zou zijn. Nou, die relatie, die ketuba, die bepaalt dus de laatste dus jaar in Israël, als van een man en zijn getrouwde vrouw. He, want God zegt zelf in Jesaja 54 vers 5, want uw maker is uw man, de Heere de Heerschaken is zijn naam. En de Heilige Israël is uw verlosser. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. He, dus
duidelijk dat God zich als de echtgenoot ziet van Israël. De relatie tussen Christus en zijn kerk is als van een bruidegom en een bruid in ondertrouw. Efeze 5. Gij mannen, hebt uw vrouw lief. Als ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar overgegeven heeft. Nou, vervolgens zien we in het Israëlse huwelijk dat de ketubah is dus het document met de rechten en plichten van de huwelijkspartners. De Torah regelt de relatie tussen Israël en haar echtgenoot Yahuwah. Dus er is dus een duidelijke parallel. Voor de Talmidim van de Messias lijkt er geen ketubah te bestaan op het eerste gezicht. Maar wacht, wat heeft Yeshua gezegd? Hij zegt dus de Torah plus plus plus. Hij zegt namelijk in Johanna, dus hij gaat dus verder dan de Torah gaat. In Johannes 14 vers 15 zegt hij, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden dat hij u zal geven een andere trooster, opdat hij deze bij u blijft in eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid. Dat is Torah plus plus. We hebben dus de Torah en we hebben de geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet, zij kent hem niet. Nou, de Torah plus plus gaat veel verder dan de Torah. Want volgens Yeshua zegt hij in de bergrede, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Dus Torah plus 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 gaat dus veel verder dan de Torah gaat. Dat gaat echt veel verder dan de Torah. Nou, ik heb immers Yeshua besluit dat dit nodig is, want in Matthäus 5 vers 48, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Nou, in Johannes 8 vers 12, want volmaaktheid, Yeshua is volmaakt, en hij zegt in 8 vers 12, ik ben het licht der wereld. Maar als wij volmaakt zijn, door de Heilige Geest en door hem in ons wonende, zegt hij in Matthäus 5 vers 14, gij zijt het licht der wereld. En dat past weer met de menorah, want de menorah schijnt in de duisternis. In de tempel, in het voorhof, in het heilige, was zij het enige licht in die donkere afgesloten ruimte. Als wij waarlijk ons gedragen naar de wil van de Heilige Geest in ons, zullen wij kinderen van onze Vader zijn. Nou, dan even een zijstapje. Hier hebben we een van de meest onbegrepen schilderijen van Rembrandt. Wat je ziet is de nachtwacht. Oftewel, dit is de wachters van de nacht. Oftewel, de mensen die op wacht staan tijdens de nacht. Nou, wat zie je hier? Je ziet er allerlei mensen, die de een nog mooier uitgedost dan de ander. En ze zijn allemaal drukdoende en met elkaar aan het praten. En eigenlijk zijn ze allemaal bezig de aandacht te trekken. Hier staat er een op de trommel te trommelen. En deze staat in zijn kleding even zijn geweer te positioneren voor iedereen. En deze staat de luid te oreren. Dus ze zijn allemaal bezig met de aandacht op zich te trekken. Deze nachtwakers. Maar wie valt nou het meeste op? Van al deze krachtige, grote, volwassen, sterke kerels. Dit kleine meisje. En dit meisje is, denk ik, want Rembrandt was een heel gelovige man, het beeld van de kerk. De kerk is namelijk helemaal niet zo machtig, maar zij brengt wel het licht. En daarmee trekt zij veel meer aandacht dan al die grootsprakige, goed bewapende kerels. En zo schijnt dus de menorah in deze wereld van Gods lieflijkheid. Nou, de bruid van Yeshua is het licht der wereld in de duisternis. Dus de bruid draagt haar ketubah in haar hart door de woorden van ja, Yeshua en de Heilige Geest. Johannes 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, de welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Nou, hier heb je dus een boekrol met 7 zegels. Dus wij dragen de ketubah in ons hart. En want dat staat hier in Johannes 14 vers 26. De ketubah wordt luid voorgelezen op de huwelijksdag als beide onder de groepa staan. De groepa is dus, net zoals bij een hemelbed, zeg maar, dat dakje boven het bed. Nou, dat wordt dus, je hebt dan niet het bed, maar je hebt dan wel dat dakje boven het in de huwelijk tredende echtpaar. En de ketubah is opgesteld in een eerder fase door middeling van de oudste tussen de twee aanstaande huwelijkspartners en vervolgens verzegeld om op de huwelijksdag te worden ontzegeld. Nou, dat gaan we dus ook zien, wat er gaat gebeuren bij de bruid en bruidegom.
bij de vereniging. De Torah is dus gegeven op berg Sinai als ketuba voor de verplichtingen, de positie van Yahweh en zijn volk. Dus daar hebben we dus, stond het volk onder de wolkkolom en kreeg daar te horen wat ze, de ketuba te horen, de Torah. De Torah werd luidkeels voor door Mozes voorgelezen, net zoals dat ook gebeurde op de huwelijksdag, door de rabbi. En dan geven de twee huwelijkspartners elkaar het ja-woord. En de huwelijkspartners reageren op de ketuba door te beloven hun liefde, daden, verplichtingen na te komen. Met het zeggen van ja of in het Engels yes I do. In Exodus 19 vers 8. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeiden al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Dus dit was het ja-woord van het volk Israël. En ja wij reageren dan zal ik hen tot Elohim zijn. Nou, is er een kol vahomer van de ketuba bij de gemeente? In 6:3:1 wordt de bruid gebracht tot de bruidegrom. Hè? Daar gaan we het nu over hebben. Als de bruid de grote verdrukking en kol vahomer is van de plagen in Egypte, en het geven van de wet op de berg Sinai, de huwelijkssluiting is tussen Yahweh en het volk, dan zou je verwachten dat iets dergelijks...